Als een jongetje hoort, Johan, Wilfred of René, wie gaat het worden? Johan. Ja, Neeskens, Cruijff en de allergrootste natuurlijk, Derksen. Ik ben in Utrecht, heb een cadeautje meegenomen en ga op bezoek bij iemand die zwanger is. 3 keer raden wie dat is. Anouk Hoogendijk. Juist. Hey. Hi. Kijk eens, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Wat lief. Alsjeblieft, 1,5 meter afstand. Dankjewel. Moet ik het al openmaken? Ja. Even zien hoor. Zo. Oh, dit is echt heel leuk. Oh, deze is echt superleuk. Ja, van de mannen heb je die gehad. Oh, dankjewel mannen. Dit is echt mijn mooiste rompertje. Die denken wel dat het een jongen wordt trouwens. Ja? Maar tegenwoordig kan alles toch? Met dat genderneutraal en zo. Ja, dat is waar. Ja. Dus nou, sowieso gaan we deze aantrekken, wat het ook wordt. Echt heel lief, dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja? Ja. Heb jij last gehad van zwangerschapskwalen? Ja, ik ben wel heel misselijk geweest. Van week 5 tot 15 geloof ik, echt dag en nacht. Maar dat is nu voorbij. En nu gaat het eigenlijk heel erg goed. Ja, want het is ook precies in die coronatijd. Is dat lastig geweest voor je? Ja en nee, want doordat het gewoon quarantaine was, was ik gewoon alleen thuis. Ik hoefde geen mensen te zien. Ik hoefde geen smoesjes te bedenken en werk af te zeggen, want dat zei zich vanzelf al af. Ja. Maar het was natuurlijk ook wel een beetje gek, want ik wilde ook mensen vertellen dat je zwanger bent. Familie en vrienden. En dan is het heel afstandelijk. Nou, gefeliciteerd. Oh, maar morgen weet je of het een jongetje of meisje wordt. Ja. Wat hoop je eigenlijk? Nou, het maakt me echt helemaal niks uit. Ik denk ook niet als ik hoor jongen of meisje dat ik dan denk, jee. Ik vind het gewoon leuk om te weten. Vooral praktisch qua naam en qua spulletjes en kamer en zo. Maar ik heb geen gevoel en ik hoop ook niet specifiek op iets. Ik hoop gewoon, ja, heel cliché, maar dat het gewoon er goed uitziet. Ja, terecht ook. Heb je al een naam? Nee. Voor een meisje nog niet? Voor allebei nog niet. Helentje is een leuke naam. Ja, zeker een leuke naam. Nou, wie weet. Nee, ja, in ieder geval als we het weten, dan kunnen we de helft schrappen. Ja. Maar we hebben echt een longlist. Ja, is er geen naam waar jullie allebei van denken, ja? Nee. Nee, nog niet echt. We hebben wel wat we wel oké vinden van elkaar. Maar ik hoop dat we nog een naam gaan tegenkomen dat we allemaal denken, ja, dit is het. Ja. Als een jongetje hoort, Johan, Wilfred of René. Wie gaat het worden? Johan. Ja. Neeskens, Cruijff en de allergrootste natuurlijk, Derksen. We zijn natuurlijk super benieuwd of het nou een jongetje of een meisje wordt. Ja, ik ook. En daarom heb ik een leuke prijsvraag. Jullie mogen gokken wat het wordt. 50% kans dat je het goed hebt. En één van de winnaars krijgt deze Magnum fles rosé van ons favoriete merk en een VI-badjas. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!